Vernieuwing Presikhaaf afgelast. Vierdaagse verwelkomt nieuwe sponsoren. Een Move in Holland. Dit is het kanaal 13 Nieuws. De vernieuwing van winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem, waartoe in 1997 de allereerste aanzet werd gegeven, laat opnieuw op zich wachten. Het laatste plan voor uitbreiding van winkels met 8000 vierkante meter en het bouwen van een aantal woontorens is afgeketst. Directeur Stichting Ondernemersbelangen Winkelcentrum Presikhaaf, Theo Lustig, is boos. Ja, het hele bestuur is gefrustreerd. En niet alleen omdat het niet doorgaat, maar als je kijkt naar de periode dat het heeft moeten duren van 1998, 97, 98 tot nu en er elk jaar gezegd is, bij wijze van spreken, we zijn er bijna uit, dan is het na een poos radiostilte wel heel frustrerend om uiteindelijk via dit soort berichtjes te horen dat het over en uit is. Wat gaat er nu wel veranderen op Presikhaaf? Nou, ik ben bang van niks. In die zin dat er van binnen, dus binnen de grenzen van het eigendomsgebied van Corio, zal er nog het een en ander veranderen. En om eerlijk te zijn, is er in de patio of in de passage natuurlijk ook al het een en ander sterk verbeterd. Met terrassen in het midden en de schilderbeurt die het gaat. Maar binnen heeft. De grenzen van Corio bedoel je dan de pleinen binnen het centrum? Dat is alles binnen de vier muren van het centrum en de pleinen die daarbij horen. Dus als er dan al een uitbreiding van vierkante meters aan winkeloppervlakte komt, dan komt dat binnen de bestaande oppervlakte van het winkelcentrum. Wie zijn nou de grote schuldigen? Is dat nou de gemeente? Is dat de kredietcrisis? Ondernemers? Ja, nou, ik was tot voor kort nog de enige die geloofde in wat ook maar een ontwikkelingsplan voor het centrumgebied, het winkelcentrumgebied, zou moeten heten. Als je kijkt naar de periode waarin er gesproken werd over we zijn er bijna uit, we hebben alleen maar een handtekening nodig en die gaat in juni geplaatst worden, dan praten we erover sinds 2005, 2006. De crisis komt in 2008. Er kan geen mens mij duidelijk maken dat de crisis de enige aanleiding is om het plan nu af te blazen. Je krijgt sterk het gevoel dat de intentie om er echt samen uit te komen al ver voor die tijd zoek was. En ja, en waar ligt dan de schuld? Ik zou het niet weten, laat maar zeggen, bij de drie onderhandelaars die het eigenlijk met elkaar voor elkaar hadden moeten. Lange Wal ligt helemaal open. Is dat nadelig voor die ondernemers nu? Het nadeel is misschien wat, want er is nadeel denk ik, maar het nadeel is wat kleiner geworden denk ik door de aanpassing van de IJsselaan, die heel mooi is opgeknapt en waar twee goede toegangswegen zijn in gebruik genomen. Nog niet zo heel lang geleden. Aan de andere kant denk ik dat de ondernemers aan de Lange Wal toch een beetje onderschatten het effect van de werkzaamheden die daar toch tot ergens volgend jaar maart, april gaan duren. Maar goed, dat blijven we volgen en waar mogelijk proberen we ook met advertenties en dergelijke aan te geven dat het winkelcentrum gewoon goed bereikbaar blijft en vooral gratis parkeren. De Van Tiel Sporthal in het centrum van Wijchen is maandagavond afgebrand. In de eerste melding om 6:15 werden de korpsen van Heumen, Wijchen en Nijmegen opgeroepen om de brand onder controle te krijgen. De korpsen waren toch tot na 8:00 aan het nablussen. De hal had 2 weken geleden al gesloopt moeten worden en stond dus leeg. Wel waren er honderden mensen toeschouwer van de brand, inclusief de burgemeester. Een gesprongen waterleiding maakt lessen in het pand van de SIOS-opleiding van het Rijn-IJssel-College in Arnhem dinsdag onmogelijk. Het pand aan de Beukenlaan in Arnhem heeft als gevolg van het incident geen water. De schoolleiding heeft daarom besloten de lessen voor dinsdag te schrappen. Een woordvoerster van het Rijn-IJssel-College zegt dat de school het niet verantwoord vindt om de lessen van de sportopleiding op deze locatie door te laten gaan. Er is onder meer geen mogelijkheid om te douchen. Ze rekent erop dat er woensdag weer gewoon les wordt gegeven aan de Beukenlaan. Het regionaal bureau voor toerisme, het RBT Kan, de recreatiekoepel Recron en de Nijmeegse afdeling van Horeca Nederland doen een klemmend beroep op de gemeente en de regio Nijmegen om niet het mes te zetten in de budgetten voor toerisme. Ook bestuur en adviesraad van RBT Kan, waaronder meer het Sanadroom, golfbanen het Rijk van Nijmegen, de tuinen van Appeltern en het Huis van de Binnenstad vertegenwoordigd zijn, onderschrijven een manifest dat woensdag wordt besproken door de toerismewethouders in deze regio. De 24-jarige Arnhemse die vorige week als vermist werd opgegeven na een zeiltocht op het Slotermeer kon niet zwemmen en droeg ook geen zwemvest.
Dat heeft een vriend van de familie van de vrouw volgens Omroep Gelderland verklaard tegenover het radio- en tv-station. De vrouw sloeg afgelopen donderdag op het meer in Friesland om tijdens een zeiltocht met 4 medestudenten van het ROC Rijn-IJssel. Ze zou van Afghaanse afkomst zijn. De 4 studenten werden gered, maar de vrouw is ondanks diverse zoekacties in de afgelopen dagen nog steeds niet gevonden. Duiven zal geen kernafval opslaan op of onder de grond. Dit heeft de raad maandag besloten. Een tamme motie van links Duiven, PvdA, GroenLinks en SP werd maandagavond aangescherpt door Lokaal Alternatief. En daarmee was een politieke meerderheid bereikt voor het aannemen van de motie om geen kernafval onder de grond op te slaan in Duiven. De Nijmeegse Vierdaagse heeft er nieuwe sponsors bij. Dit grootste evenement van Nederland, met tussen de 1,2 en 1,4 miljoen bezoekers, wordt steeds interessanter voor sponsoren. Het ACBN Evenementenbureau heeft een overeenkomst gesloten met de nieuwe hoofdsponsor VGZ Zorgverzekeraar. Ook de Telegraaf is sponsor geworden van de Vierdaagse feesten. Nou, als eerste, als ik daarmee mag beginnen, zijn we heel erg blij met het meerjarig contract van VGZ. Die hebben voor 3 jaar nu bij ons een afspraak gemaakt om hoofdsponsor te worden. En dat is super. Ik bedoel, dat geeft ons rust. Daarmee kan ik ook hele leuke dingen op gaan starten. We gaan samen iets heel leuks doen op Facebook. En dat zijn bijzondere dingen, zeker in deze tijd. Ben je blij als je dat soort sponsors mag verwelkomen. En dat is eigenlijk ook een beetje het geval. We zijn natuurlijk al jaren samen aan het werken met de Gelderlander. Dat is ook een hele prettige samenwerking. Dat is natuurlijk groot regionaal. En daarnaast hebben we nu ook de Telegraaf bereid gevonden om ook landelijk voor ons het een en ander te gaan betekenen. En dan moet je bijvoorbeeld denken dat daar ook een pagina in komt in de week voorafgaat van over het centrum van Nijmegen. Wanneer gezegd wordt, kom lekker shoppen, het is gezellig in het centrum. Dus dat we ook overdag laten zien dat er dingen gebeuren. En het is natuurlijk ook voor onze sponsors belangrijk dat ze een plek hebben waar ze in een landelijk dagblad ook ruimte kunnen inkopen. En dit heeft geen consequenties voor de regionale en lokale omroepen? Nee, absoluut niet. Ik denk juist dat het elkaar versterkt, want je geeft weer elkaar ook een grote platform. En dat is ook echt de intentie. Want we willen geen afstand doen of afscheid nemen van bestaande partners. Maar het moet elkaar versterken. Dat hebben we bijvoorbeeld ook met de Gelderlander uitgebreid besproken. Dat de intentie van de samenwerking moet blijven. Maar door de Telegraaf komen er ook dan inderdaad bijzondere acties. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, nou, we gaan bijvoorbeeld Bammers, onze nieuwe mascotte, of onze oude nieuwe mascotte, die gaan we ook samen met de Telegraaf een plekje geven dat de spulletjes die met Bammers gemaakt worden ook via hun webshop verkocht gaan worden. En morgen gaan we de puntjes op de i zetten, dus ook daar, ik kan nog niet alles vertellen. En tot zover de voorbereiding voor de Vierdaagse feest. Hoe verloopt dat? We hebben echt wel hele leuke dingen, ook met kinderprogrammering en kunst en cultuur. Dus vooral ook overdag, ook samen met de winkeliers op het centrum van Nijmegen, echt overdag ook aantrekkelijk te maken. En ik denk van ja, dat is wel een nieuw ding waar we, ja, denk wel succesvol mee gaan worden. En wanneer is de programmering bekend? Er staat al heel veel op de website, dus mensen kunnen daar regelmatig om kijken. Er komt ook iedere keer komen er dingen bij. Het zijn 1600 artiesten, dus we vullen dat gewoon iedere keer aan. En 1 juni komt echt de grote hoos en dan gaat het allemaal de website op. Dinsdag stond het Arentheem College in Arnhem in het teken van een benefietevenement. Move in Holland is een evenement voor alle leerlingen van HAVO 2... waarbij activiteiten zoals sportieve en culturele workshops de leerlingen leren zich bewust te zijn van het verschil in de wereld. Hoe komen jullie erbij om zoiets te organiseren? Het is een eindopdracht voor onze school. Voor het eerste jaar is de eindopdracht. En het is voor een goed doel, TODOS. En die focust zich op achterstandswijken in Guatemala en Brazilië. En dan vooral op de jeugd. En wij willen eigenlijk hun leeftijdsgenootjes hier in Nederland zich er bewust van maken. En zijn dag in de huid laten kruipen van de kinderen in de achterstandswijken. Dus vandaar dat we allemaal workshops organiseren die in lijn staan met TODOS. En denk je dat het een beetje lukt als je naar de reacties van de kinderen kijkt? Ja, ze zijn heel enthousiast. Worden steeds enthousiaster ook.
Want het geld dat jullie hiermee ophalen gaat ook naar een goed doel? Gaat volledig naar Todos. 84 leerlingen die zijn sponsors gaan zoeken om deze workshops te volgen. En die hebben heel veel geld opgehaald. En we krijgen straks ook een prijsuitreiking voor het groepje die het meeste geld heeft opgehaald. En heb je al een beetje idee hoeveel het gaat worden? Het geld? Het is precies hoeveel het is. Het is een kleine 1000 euro. Oh, dat is altijd mooi. En heb je verder nog aparte dingen die je aan gaat koppelen of echt alleen dit evenement? Wij koppelen alleen dit evenement aan Todos. Maar momenteel zijn er 48 projectgroepjes van Hogeschool in Holland bezig met hetzelfde goede doel. Dus er komen nog veel meer evenementen aan door heel Nederland voor Todos. Want weten de kinderen er zelf eigenlijk al veel van landen als Brazilië en Guatemala? Nou, dat is dus de bedoeling dat ze dat hier leren. En daarvoor hebben we ook presentaties hier gegeven op school. En precies uitgelegd wat nou precies de problematiek is en wat Todos eraan doet. En waarom het belangrijk is dat wij ons inzetten daarvoor. Jongens, jullie zijn heel de middag al bezig. Wat heb je nou allemaal tot nu toe al gedaan? Voetbal, breakdance, hoe heet dat, vechten? Capoeira of zo en graffiti. Ja. En het is voor een goed doel, toch? Ja. En heb je al sponsors weten te strikken om geld op te halen? We hebben dat. Jawel. Voor Todos. En dan gingen we geld inzamelen. Moest je bij huisjes langs en dan kon je dat inzamelen en kon je dat in een brief doen. En dan moest je dan aan iemand geven. En wist je van tevoren al iets van Guatemala of Brazilië af? Ja, dat het arme landen zijn en dat het in Amerika ligt. Zuid-Amerika. Ja. En wat vind jij ervan, wat we hier vandaag allemaal aan het doen zijn? Ik vind het wel leuk. En nieuw. En het was gezellig. Zelf zetten de kids zich in door sponsoren te zoeken, om zo de stichting Todos te steunen. Deze stichting is actief in landen als Brazilië en Guatemala, om kinderen in sloppenwijken een beter vooruitzicht te bieden. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips, wilt u deze uitzending op DVD bestellen of nog eens terugkijken? Surf dan naar kanaal 13.tv. Geen herrie in de keuken. De Vlaamse koks van Let's Cook It doen het rustig aan. Direct na het weer, hier op kanaal 13.